vallen, want dat is wat je moet. Als je wil zijn, jezelf wil zijn, moet je durven tegenvallen. Moet ik tegen jou kunnen zeggen, ja, ik ga het niet doen. Of ik ben niet meer zo leuk als jij me nodig hebt. En daar is moed voor nodig om tegen te vallen. Er is er altijd wel een vriendin die zegt, meis, kom op. Wij gaan even naar zo'n saunaparadijs. We gaan even een dagje bubbelen. Hè? We gaan eventjes lekker naar zo'n spa en hel. Maar dit is later. Eerst wat theatertips. En ik heb geleerd. In het theaterprogramma Tranen van Geluk brengen Joris Lintzen en Caramba aanstekelijke, rauwe Mexicaanse mariachi-songs en vertelt de televisiepresentator verhalen uit zijn leven. Al in 1991 had hij het plan om Mexicaanse liedjes te vertalen naar het Nederlands, maar pas in 1999 kwam dit tot een resultaat, de oprichting van Caramba. Te zien op 1 november in Hoofddorp, 15 november in Bussum, 20 november in Amstelveen en 19 december in Zaandam. Van 4 tot en met 7 november vindt de 11e editie van Hollandse Nieuwe plaats op de Westergasfabriek in Amsterdam. Tijdens dit festival wordt werk getoond van 14 nieuwe toneelschrijvers en theatermakers. Die zijn gekoppeld aan professionele acteurs, regisseurs en nieuwe vormgevers. Verrassende, prille, vernieuwende, kleurrijke en verfrissende voorstellingen die gemaakt zijn in een hele korte periode en hun eerste presentatie beleven tijdens dit festival. Iedere Hollandse Nieuwe editie draagt een thema en dit jaar is dat teasing. In de breedste zin van het woord, plagen, verleiden en prikkelen. De tragicomische thriller Lady M van Annemarie de Bruin vertelt het verhaal van een hofdame in Shakespeare's Macbeth. De hofdame treedt alleen op in de eerste scène van het vijfde bedrijf, maar ze is het zat om in die ene scène verstopt te blijven. Ze neemt er niet langer genoegen mee haar bestaan tussen de regels door te moeten lezen en eist voor zichzelf de hoofdrol op. Met onderkoeld cynisme vertelt de hofdame haar verhaal en de onbeschreven geheimen over het leven en de dood van Lady Macbeth. Straks meer tips, nu Tante Patent. Tante Patent is een productie van de firma Rieks Zwarte naar het gelijknamige verhaal van Annie M. G. Schmid. Tante Patent is een keurige dame in een keurig huis in een keurige straat. Nou, zal ik dan maar beginnen? Ja. Ja, ik ben Tante Patent. Tante Patent. Ja, en dit is mijn poes, Dommeltje. En ik ben huisvrouw. Ja, en hierachter is mijn huis, maar dat ziet u straks, denk ik. Huh? En ik ben Rieks Zwarte en ik ben regisseur en ontwerper. En nou ja, we hebben met z'n allen hebben we dit bedacht, het Tante Patent. Ja, ja, dat klopt. Het leven is gemakkelijk als je maar gewoon doet. Het leven is gemakkelijk als je maar gewoon doet. Het leven is al moeilijk zonder dat je daarom groeit. Gewoon doen is gemakkelijk, dat is genoeg. Het gaat over dat het leven eigenlijk gemakkelijk is als je maar gewoon doet. Maar het leven is veel leuker als je niet gewoon doet. Als de mens een beetje anders is dan gewoon, dan is het leven veel spannender, toch? Ja, en er gebeuren dus hele rare dingen. Ja. Want Tante Patent die gaat een perenboom planten in haar tuin. Nou. En dan vindt ze een... Mag ik het? Ja, die gaat door. Oh, nou, dan vindt ze een hele grote oude pot. En die pot blijkt dus van een Batavier te zijn. Ja. En die wil die pot terug. Die wil die pot terug. Maar ja, die pot is weg, want die heeft ze meegegeven aan... Dat ga ik allemaal niet verder vertellen. Nee. In ieder geval, het wordt een heel avontuur. Hij is niet helemaal artistiek verantwoord. Een tikje te grof. Het is natuurlijk leuk om een rustieke pot in de hand te hebben, bij wijze van paraplubak. Nou, ik heb het decor zelf bedacht, want ik ben decorontwerper van beroep. En nou ja, dan heb je zo'n stripverhaal en er komt heel veel in voor. En dan moet je van alles gaan bedenken en je moet ervoor zorgen dat het één verhaal wordt wat toch op deze vierkante meters kan staan. En er moet een compleet huis en er moet een tuin en er moet een stadje en het Vulpense Bos en noem het allemaal maar op. Moet je allemaal bij elkaar verzinnen. Nou ja, dat hebben we gewoon gedaan. Wat is het verschrikkelijk om een Batavier in huis te hebben? Oh, 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 oh. Ja, waarom is Tante Patent zo tijdloos? Ze is uit de jaren 60. Het is lang geleden dat die strip in de kranten stond. Maar ja, het is toch Annie M. G. Schmid en ze weet zo ontzettend goed allerlei plotjes aan elkaar te plakken. En ook dingen onder de gordel er doorheen te mengen. Sommige kinderen snappen dat en andere kinderen snappen het niet. Maar de volwassenen snappen het. En als de volwassenen moeten lachen, gaan de kinderen ook lachen. Ja, het is echt het is goud wat je in je handen hebt.
er komen in het boek zoveel personages in voor, dat je dan denkt van ja, hoe krijg je dat nou opgelost? En we spelen met z'n vijven. Vijven? Dat kan niet. Dus dan verzin je poppen. We doen ook heel veel met rolwisselingen. Maar voor sommige dingen is het handiger als het poppen zijn. Want poppen kunnen soms dingen die acteurs weer niet kunnen. Hè? Dommeltje kan vliegen, ja? als het moet. Dus dat is een hartstikke leuke manier van samenwerken. Waar ik het meest trots op ben. Nou, uiteindelijk dat ik het met die Batavier, hij is toch geen gemakkelijke man. Het was een heel avontuur om met die man om te gaan. Dat uiteindelijk ik het toch wel met hem kon vinden. Ja, het was uiteindelijk.